Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. In deze video ben ik namelijk naar David gegaan om te vragen hoe je aan 100.000 abonnees komt. En ik denk dat dit het antwoord is. Voordat we verder gaan, laat even een like achter. Hier is het antwoord. David, hoe kom je aan 100.000 abonnees? Weet ik veel. Je kan met Enzo Knol opnemen. Zo, volgens David moet ik dus namelijk een video met Enzo Knol opnemen. Zoals David ook al 4 jaar geleden heeft gedaan. En ik heb namelijk goed nieuws. Ik heb namelijk van Day het nummer van Enzo Knol gekregen. Dus ik denk dat het de hoogste tijd is om Enzo Knol even te bellen. En eens eventjes te vragen of hij met mij een video wil opnemen. Ja, hallo Enzo. Ik spreek met Daddy Knol. Ik heb namelijk een vraag aan jou. Zou je eventueel met mij een video willen opnemen? Want ja, ik heb namelijk best wel wat groei nodig op mijn kanaal. En ik wil zo snel ook de 100.000 abonnees halen. Wacht, wat zeg je hier? Hoe kan je nummer komen? Ja, niet zo heel moeilijk. Ik heb dit nummer namelijk van D gekregen. Dit werkt dus niet. Enzo Knol is echt absoluut niet blij. Verder nog? Ik kan me voorstellen, man. Zou ik niet leuk vinden als je gaat bellen. Wat je kan doen, en het is pure gok hoor. Je zou Fortnite kunnen uploaden. Nou, en voor David moet ik dus namelijk het spel Fortnite gaan doen. En zoals jullie zien aan mijn naam, ben ik echt super goed in Fortnite. Maar ik denk dat het hoogste tijd is om een potje te gaan starten. Oké, jongens, ik zit als het goed is in de game. Ik heb geen idee. Ik speel het ook maar voor het eerst, weet je. Maar ja, ik ben alsnog goed, want ik ben ook altijd goed geweest. Call of Duty, GTA, Minecraft, weet ik veel wat. Is hier vast ook wel heel goed in ofzo, weet je. Oké, maar waarom kan ik niet doodhakken? Ik ben de hele tijd op hem aan het slaan. En nee, ik krijg geen levens vanaf ofzo. Ik weet niet wat het is. Oké, nou, waar gaan we landen? Ja, ik denk dat deze grote stad wel een mooie stad is om inderdaad erin te gaan landen. Oké, nu moet ik even een pistooltje gaan vinden ofzo. Of een geweer, ik weet het niet. Ik wil in ieder geval een shotgun hebben. Of een assault rifletje. Of een M16, weet ik het. Weet je, we komen het er zelf op tegen. Oké, ik heb hier mijn M16. Laten we even gaan kijken in het huisje hier. Oké, helemaal niks. Oh, vijand! Schieten! Nou, zoals je zegt, die is dood. Het mooiste trouwens van allemaal is, ik speel echt op z'n allen slechts gewoon, hè. Die is gewoon noeber dan noob. Maar, nee, die had gewoon 30 HP of zo, weet je. I don't care. Hier komen we nog een vijand tegen. Oh, shit, hij schiet op mij. Nu moet hij terug schieten. Kut, ik ben dood. Wat jammer, zeg. God, kleren, wat is dit voor een kutspel? Nou, de Fortnite, dat werkt absoluut niet. Heb je echt nog een andere tip wat wel werkt? Ja! Ook veel gebruik dit. Je kan natuurlijk gewoon een grote YouTuber in je titel zetten. Goed idee. Maar wat doe jij hier dan nog? Nou even iets anders. Wat werkt nou echt wel? Nou, wat bij mij altijd heel goed werkt, is dat je vooral niet moet doen wat er in je titel en in je thumbnail staat. Oké, zo. Mijn thumbnail is ook bijna af. Ja, even dit nog. Kijk, perfect. Nu kan ik hem lekker uploaden met deze titel in de thumbnail. Hallo allemaal, welkom bij mijn keuken. In deze video gaan we namelijk een blikje knakworst opwarmen. En ik wil ze namelijk lekker graag een eetbaar maken. Maar voordat we gaan beginnen, moeten we eerst even een liedje gaan zingen voor alle haters die de laatste tijd op deze video zitten te haten. Ik maak coole video's en dat trekt haters aan. Ze laten valse comments achter, maar dat kan ik aan. En dat levert blijkbaar alleen maar negativiteit op. Wat werkt nou wel? Wat je kan doen is gewoon eerlijk zijn. Vlog gewoon alles wat er in jouw spannende leven gebeurt. Yo dames en heren. Welkom bij een gloednieuwe vlog. En ja, zoals jullie zien ben ik namelijk op dit moment boodschappen aan het doen. Voordat we verder gaan met deze boodschap, laat even een blauw duimpje achter. En ik denk dat het hoogste tijd is om even boodschappen te doen. Let's go. Nou mensen, zoals je weet, David heeft namelijk gezegd dat je namelijk spannende dingen moet doen voor je vlog. Nou, zo spannend was het allemaal niet. En ja, zulke spannende dingen heb ik ook weer niet gedaan. Het enige wat ik een beetje heb gedaan is lopen editen. En ja, wat ik nu ga doen is wel een stuk spannender. Dus ik denk dat hij bij de vlog afsluit. Dus later mensen. Is dat niet iets te privé, David? Wat gaat de kijkers er nou weer aan? Wat kan wel?
Wat je kan doen, is iets laten zien in een video wat je echt leuk vindt. Werkt altijd. Ja. Nou, oké jongens, ik moest dus iets doen in mijn YouTube leven wat ik leuk vind. En aangezien ik niet echt veel dingen leuk vind, vind ik één ding leuk. En dat is mijn sleutelverzameling. Kijk eens, holy shit, mijn sleutelverzameling! Nou ja, zoals jullie zien, ik heb hier verschillende soorten sleutels. Deze sleutel, nou zoals jullie zien, het is een kleine sleutel. Die is niet echt bedoeld voor succes. Dit is niet de key voor to succes. Dat kunnen we in ieder geval voorop stellen. Oké, de volgende is gewoon een random auto's. Nou, als ik hier een Mercedes wil opstarten, gaat dat al niet lukken op mijn BMW. Maar nee, het is gewoon een fietssleutel. Oké, hier begint het wat interessanter te worden. Dit is ook een hele mooie sleutel. Deze sleutel is namelijk bedoeld voor mijn garage. En die gaan we wat interessantere dingen laten zien. Deze sleutel is namelijk voor mijn kluis. Want ja, je weet natuurlijk niet wat ik in mijn kluis heb zitten. Er zit iets van witpoedigachtig iets in of zo. Ja, ik mag het helaas niet zeggen, want anders word ik gestrikt. Maar nu komt de belangrijkste sleutel. Deze sleutel. Zien jullie deze sleutel, jongens? Dit is de key. Ja, echt serieus. Dit is namelijk de key to succes. Die moet je ook bij de hand hebben. Nou jongens, dit was mijn sleutelverzameling. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dit is echt gewoon kapot saai. Dit werkt niet. Maar hoe moet dat dan wel? Wat je kan doen, is natuurlijk je publiek opbouwen en je geld opbouwen. Jij moet alles doen wat je kan voor het geld. Oké, volgens David moet ik dus alles gaan doen voor het geld. Hier heb ik al een leuk idee voor. Wat nou als we eens eventjes een bedrijf gaan bellen? Ja, mijn kijkers zijn gemiddeld 12, 13 jaar denk ik. Ik weet niet precies hoe oud, dus ik ben benieuwd. Goedemiddag, je spreekt met Delano. Zoals jij mij hoort, ik ben namelijk ook een YouTuber. Mijn YouTube-kanaal is namelijk Delly. En ik wil namelijk een sponsoring aanvragen. Is dat eventueel bij jullie mogelijk? Kan ik misschien eventueel een sponsordeal met jullie afsluiten? Hoe ik er namelijk bij kom? Nou, ik ben voor het laatst bij jullie in de Gallegal geweest. En ik had dan eigenlijk zulke lekkere vodka gehaald en zulke lekkere whisky. Je wil niet weten hoe erg aan te raden dit is. En het mooiste is, ik zou zoiets wel eigenlijk het liefst willen promoten, vooral jullie winkel. Omdat jullie wel echt gewoon de lekkerste drank hebben die ik ooit heb geproefd. Even serieus. Staat hier namelijk wel een geldbedrag tegenover trouwens? Want ik wil natuurlijk wel iets voor terugkrijgen. Maar weet je, jullie krijgen er ook wat voor, hè? Want als ik jullie winkel promote, dan komt het allemaal van eigen goed. Hoe oud mijn kijkers gemiddeld zijn? Even kijken hoor, mijn kijkers zijn volgens mij gemiddeld 11, 12, 13 jaar. Maar dat moet verder niks uitmaken, want ik bedoel, als ik ze namelijk hier promote tot drinken, dan zullen ze vast wel blij zijn. Want ik bedoel, ik ben een voorbeeld hè, dus als ik ga drinken, gaan hun lekker meedrinken, snap je? Hi, ja, je spreekt met Delano. Spreek ik met de moeder van Kaan? Oké, top. Kaan heeft voor het laatst namelijk een fles drank bij mij gekocht. Ik heb namelijk een eigen logo op mijn fles drank staan, dus het kost wel gelijk 10 euro duurder hierdoor. Maar het is eigenlijk wel hetzelfde merk als die in Gallegal haalt. En ik kreeg namelijk goed bericht van je zoon. Je zoontje van 11 vond mijn Bacardi fles best wel lekker. Waar hij het heeft gezet? Hoe weet je dat niet? Ik bedoel, hij moet gewoon toestemming aan je vragen hoor. Maar zoals ik het begrijp, heb jij toestemming gegeven aan je zoon om dit te kopen. Maar wat je zoon eigenlijk wel zei, is nadat hij zijn fles drank onder zijn bed had gestopt. Want ja, op een of andere manier mochten jullie dat niet weten. Maakt mij verder niet uit, want het is wel mooi om te horen. Ik wil namelijk een nieuwe fles whisky aan jullie aanbieden. En in plaats van dat je dan de volle map betaalt, krijg je namelijk 5 euro korting op. Dus zou je zoontje namelijk nog een fles willen kopen? Dan krijg je namelijk wel gelijk korting, hè? En geen probleem trouwens, hoor, want het wordt gelijk van jullie rekening afgeschreven. Nee, wil je dat niet? Nou, ik zeg dat je zoontje het wil, dus ik schrijf van je rekening af. Doei! Nou David, in ieder geval bedankt voor het geld. Tenminste, voor de geldtip. Heb je nog een tip? Ja, als je al wat geld hebt, hè, dan moet je natuurlijk ook zorgen dat iedereen dat ziet. Dus, koop een Porsche Panamera, een Tesla of misschien wel een Range Rover. Kijk mijn shiny met dikke AMG. Kijk eens waar ik in rij, joh. Oké, dames en heren, dit is dus het einde van de video. Heb jij genoten? Laat een like achter. Vergeet niet te abonneren. En ja, we zullen zien hoe snel ik namelijk de 100.000 abonnees ga halen. Vergeet niet te abonneren op DDG, want ja, hij heeft aan mijn shout-out echt heel erg veel. En gun hem eventjes de 1 miljoen abonnees. Hij heeft nog ongeveer 300.000 nodig. Dus kom op jongens, push hem eventjes. En dan zie ik jullie bij een nieuwe video weer. Later mensen.